IJsselmond Sport. Goedemiddag en welkom bij een bijzondere zaterdagmiddagaflevering van IJsselmond Sport. Tot 4 uur hebben we namelijk aandacht vanmiddag voor de topscorers van de gemeente Kampen. Het seizoen 2012-2013 is alweer voorbij, maar voor ons rest er nog één ding, namelijk het uitreiken van de topscorers trofeeën. En voor het eerst doen we die wel op zowel op radio als op televisie. In het eerste uur praten we met de prijswinnaars van de derde prijs en na drieën dan praten we met de winnaars van prijs 1 en prijs 2. Uiteraard praten we met de voetballers over het afgelopen seizoen. We kijken alvast vooruit naar wat er komen gaat. En natuurlijk komt ook de EK nog even langs. Verder te gast naast de winnaars van de topscorers trofeeën ook de KHC-trainer Barry Wezenberg. En met hem praten we over het afgelopen seizoen van zijn team. En we kijken met hem vast vooruit na september, wanneer hij in Suriname verblijft. Zoals gezegd in het eerste deel de winnaars van de derde prijs. En met hen gaan we als eerste praten. En dat doe ik niet alleen, want tegenover mij zit mijn collega, eigenlijk mijn baas van de sportredactie, Erik Schinkel. Dan de heren van de derde prijs. En het verst van mij verwijderd, daar zit Simon van Halm van de sportvereniging Zalk. En als eerste, Simon, goedemiddag. Nog van harte gefeliciteerd, want gisteren, zo hebben wij vernomen, ben je in het bootje gestapt, in het huwelijksbootje om precies te zijn. Van harte. Dank u wel. Verder in het midden zit u Jeffrey Klein, voorheen DOS, komend seizoen WHC. En het dichtst bij mij, daar zit William Dekker van de voetbalvereniging Serenbroek. Ook de overige twee, van harte welkom. Jonathan van Marrelen die kon als vierde prijswinnaar helaas vanmiddag niet aanwezig zijn. Dat in verband met stagewerk, zoals je het zou kunnen noemen. In ieder geval, hij kan hier niet bij zijn. Maar ook naar hem toe gaan de felicitaties. Dan heren, ja, het voorbije seizoen. Jullie zijn boven in de topscorerslijst geëindigd. Is dat voor jullie altijd een belangrijk iets, namelijk het maken van doelpunten, kijken hoeveel je er kunt maken, Jeffrey? Ja, natuurlijk, daarbij is winst voor, hè? Ja, maar dan denk je eerst aan jezelf of zeg je van nou, het teambelang staat voorop? Nou, natuurlijk, je wilt 3 punten pakken elke wedstrijd, maar als je dan van de 2 doelpunten eentje mee kan pikken, dan dat is een beetje de slag om op de taart van de wedstrijd. Precies, ja. Ja. Hoe zit dat met jou, William? Ah, een beetje hetzelfde, je wil natuurlijk graag scoren. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je de 3 punten binnenhaalt. En ik denk, wie er dan scoort, maakt niet zoveel uit. Maar ja, goed, net wat ik zeg, als je scoort is mooi meegenomen. Maar het voornaamste is de 3 punten. Ja. Jij staat ook voorin, Simon. Is het ook voor jou de bedoeling dat je, want jullie hebben natuurlijk Aart Schreuder in de gelederen, dat je in principe veel doelpunten scoort of meer gericht bent op Aart Schreuder om hem de doelpunten te laten maken, althans de meeste? Ja, het maakt niet uit wie de doelpunten maakt bij ons. Assist is net zo belangrijk als een doelpunt, maar het is wel fijn als je toch nog een aantal doelpunten kunt maken en belangrijk kan zijn. Ja, goed. Dan naar jullie team het afgelopen seizoen. De sportvereniging Zalk. Mij persoonlijk is het een beetje tegengevallen. Hoe denk jij daarover? Ja, de verwachtingen waren heel hoog, maar we hebben het niet kunnen waarmaken. Veel blessures, veel jongens wel erbij gehad, maar ook veel ouderen van midden 40. Dus ja, goed. Nou, je was achterin erg kwetsbaar, ja, hè? Klopt. Achterin was kwetsbaar, maar goed. Ja, is dan ook, want vorig jaar moest ik naar een volle feesttent in Zalk om daar de trofee te overhandigen aan Aad. Maar Aad heeft veel blessures gehad na die tijd. Een moeilijk seizoen voor Aad geweest? Ja, het was wel moeilijk voor hem. Hij zat er ook wel mee, maar goed. Hij kwam op middenveld te spelen ook, omdat we op middenveld waren we ook aardig kwetsbaar. En voorin zat het wel goed voor onze trainer. Dus. Ja, en heb ik ze net al zei, achterin waren jullie veel te kwetsbaar. Ja, dat klopt.
Veel te veel tegendoelpunten ook. Maar uiteindelijk hier, als je de wedstrijden van jullie ook zag en ook achteraf las, de eerste helft ging vaak nog wel, maar de tweede helft lag het ook soms misschien conditioneel? Ja, denk ik wel, ja. Maar meestal kwamen we ook voor nog in de eerste helft. Ja. In de tweede helft gaven we het vaak weg, dus voorsprong en dan niet vasthouden. Ja, oké. Ja. Dan William Seerebroek begint prachtig. Eerste periode pakken jullie. Overtuigend, denk ik, dan wel met mooi spel. Daarna zakt het wat weg. Kun je aangeven waar de oorzaken liggen van die terugval? Ja, is wel wat lastig aan te geven. Ja, net wat je zegt, we beginnen echt geweldig. 8 wedstrijden in de periode, die win je allemaal. En daarna, ja, ik zeg maar, ik heb eigenlijk geen flauw idee waar het aan ligt. Het is niet echt te verklaren waarom het daarna wat minder ging. Ja, want zoveel blessures, als ik alles goed in mijn gedachten weet op te halen, hadden jullie niet. Vrijwel niet. Nee, geen schorsingen, ook geen blessures. Dus ik kan het niet echt verklaren waarom het daarom iets minder is gegaan. Krijg je nog een kans in de na-competitie? Eerste wedstrijd win je grandioos bij de zaterdagafdeling van Quick 20. Ja. En de thuiswedstrijd laat je helemaal lopen. Ja, zonde. Doodzonde. Ja, net wat je zegt, de eerste wedstrijd win je met 1-0. Dat is een goede uitgangspositie voor de tweede wedstrijd. En dat geef je gewoon voorkomen weg. Je staat eigenlijk met 3-1 voor nog. En ja, dat mag je nooit meer weggeven, zo'n wedstrijd. Dat moet je dood laten bloeden. Ja. En je verliest met 5-3 en je staat met lege handen. Ja. Ja. Dan naar jou, Jeffrey. Jouw club waar je het afgelopen seizoen voor speelde. Heel moeilijk seizoen gedraaid. Het lukte meteen vanaf het begin niet. Al tenminste, als je cijfermatig het allemaal bekijkt, lukt het vanaf het begin eigenlijk niet goed. Nou, het viel nogal mee. Tenminste, als je de competitie kijkt. Ja, maar de verwachting. We begonnen met de voorbereiding echt fantastisch. Ja, oké. Okay. Toernooitje gewonnen. Tegen hoofdklasse speel je gelijk. En verlies je net 3-2 volgens mij van Staphorst. Ik weet niet precies wat het was. Maar ja, toen was het allemaal aardig en netjes. Alleen, en dan begint de competitie. Maar was het voor jou ook vreemd om van Kuwait naar DOS te gaan? Want iedereen zegt van tuurlijk. Ja, je doet het heel makkelijk. En je schreef ook wel van ja, ik voel me daar misschien meer thuis en zo. Maar inwendig voel je daar gelijk al thuis? Of heb je echt wel weken, misschien wel maanden moeten wennen? Nou, ik moet zeggen, de eerste training dat ik meedeed, voelde gelijk al heel ontspannen, heel relaxed. En kijk, weet je wat is het? Het is kampen, je kent ook iedereen. En laat ik zeggen, 9 van de 10 spelers ken je wel uit die andere selectie. En ja, ik heb heel veel familie nog bij DOS zitten, dus tijdens de derde helft, zeg maar, was het ook gewoon gezellig biertje. Dus er was geen rancune dat je ervan... Dat wel. Dat merk je wel als je zaterdagavond in de stad bent hier. En dan hoor je wel eens een keer een opmerking, maar ik ben er niet zo gevoelig, voor. Nee, oké. Nee, die opmerking die zul je nu ook wel weer krijgen. Nee, het valt echt gewoon mee. Ja, valt dat mee? Ja, het is toch iets anders als je van de aardschrijf overstapt, dan naar een stapje hoger gaat. Dus ja... Is dan wel iets anders. En iedereen weet ook wel wat voor een seizoen ik heb gehad dit afgelopen jaar. Ja, want het stond genoeg in de krant, ja. Precies. Zelfs in de derby ging het helemaal mis, voor de wedstrijd al. Hoe is dat voor jezelf? Er gebeurt iets in de bestuurskamer met je vader. Hoe is dat op jezelf, ook na afloop? Hoe ga je daar als speler mee om? Want het gaat wel om je vader. Nou, ten eerste, wat er is gebeurd, is niet gebeurd. Er is gewoon echt niks gebeurd. En ik vond het echt heel erg naar dat... dat gelijk zo naar buiten werd gebracht dat er iets was gebeurd. En dan twijfel je van, zal ik stappen gaan ondernemen of wat ga ik doen? Maar aan de andere kant, dan komt er weer iets in de krant en dan moet je het weer uit gaan leggen. Dus, maar was je ook al niet gefrustreerd dat je niet in de basis stond? Want ja, natuurlijk. Dat lijkt mij als speler al gewoon al een soort doodsteek als je gewoon dat verwacht. Dat was al voor mij helemaal, hoe noem je dat? Dat was gewoon echt een doodsteek, dat. En ik was er ook helemaal kapot van. Maar er gingen er allerlei geruchten van. Heb je dat dan niet donderdagavond met de laatste training? Dan krijg je een laatste bespreking voor zo'n derby. Is het toen al medegedeeld? Nee. Ja, oké. Okay. Ja, allerlei geruchten gaan erover. Ziet, dan is het natuurlijk wel. En dan op zaterdagmiddag, dan wordt vlak voor de wedstrijd, wordt zoiets beslist? Ik weet niet wanneer dat beslist wordt, maar ik kreeg het 5 minuten voor aanvang te horen van Klein, je speelt niet vandaag. Dus ja, als het dan gebeurt, dan kun je van mij een reactie verwachten. Als je bent overgestapt, et cetera. Maar dat er verder dingen zijn gebeurd, dat is gewoon absoluut niet waar. En, ja. Was het niet meer te lijmen, zeg maar, om de zaak op te lossen? Want je gaat nu volgend seizoen naar WHC. Was er geen mogelijkheid om het weer goed te maken? Nee. Nee, daar ben ik heel kort in. Nee. Verhoudingen waren zo verstoord dat één van de twee weg moest, laat ik het zo stellen. Nou ja, Het zegt dan misschien al genoeg dat ik nog geen club had voor het volgende seizoen en al had aangegeven dat ik wegging. Ja. Goed, willen we zo meteen gaan praten met jullie over het komend seizoen. Want daar is nog wat
ook het nodige over te vertellen. Maar we gaan eerst luisteren voor de radiomensen naar muziek. En de mensen die tv kijken, die kunnen daar een clip bij zien. Als eerste nummer draaien we Birdie. En het nummer heet People Help the People. Steeds naar Omroep IJsselmond Sport. De aflevering van vandaag de 16e juni 2012. En we praten met de prijswinnaars van de topscorers trofeeën. Hebt u later ingeschakeld? We zijn nu bezig dit uur met de prijswinnaars van plek 3. En straks na drieën dan komen we in gesprek met de prijswinnaars van prijs 1 en 2. Het vorige seizoen hebben we behandeld, heren. Dan het komend seizoen, om te beginnen met jou, Wiljan. Bij Sherenbroek, we hebben weinig gelezen over veranderingen. Ja. De trainerswissel kwam eraan, maar dat was zo rond december, januari al bekend. Maar wat spelers betreft, wie er weggaan, of er nog nieuwe bijkomen, niets van dat alles. Er komen geen nieuwe spelers van buitenaf. Er komt alleen jeugd, 6 nieuwe jeugdspelers. Die komen van de A's komen ze over. En er gaat één speler weg, Sander Pelgrom, die gaat volgens mij naar Dize West. Die gaat dus eigenlijk weer terug naar Zwolle. Ja, daar komt hij ook vandaan inderdaad en daar gaat hij weer naar terug. Het is wel jammer, want ik vond het altijd een beetje een rots in de branding van Zwolle. Ja, vond ik ook. Het is echt een goede speler, je stond achterin en die kun je er goed bij hebben. Het is jammer dat hij weggaat en ik hoop dat we dat met eigen jongens goed kunnen opvangen. Ja, je zegt er komen een aantal uit de A over. Ja. Houdt Sherenbroek dan wel een A-elftal over? Nee, de A die verdwijnt. Er zijn een stuk of 6 jongens die daar zijn al boven de 18 of 19 jaar. Die gaan over naar de senioren. En de rest die gaat naar een B-elftal toe. En waarvan nog één speler die geloof ik zit te twijfelen of dat hij naar Wilson toe gaat, een A-team, want dat is daar wel. En de rest die komt bij het eerste. Ja, dus jullie moeten het nu even een paar jaar volhouden, een paar jaar overbruggen, zodat de B's eventueel de C's het verder weer kunnen opvullen. Ja, inderdaad. Zo is het maar net. En de jeugd is, wat er nu aankomt, is echt een goede lichting. En ik denk dat ze zonder problemen mee kunnen draaien. Ja, je bent zelf volbloed Sherenbroeker? Nee, ik kom zelf uit IJsselmuiden. Ben je dan bij Sherenbroek terechtgekomen? Ja, want ik deed vroeger altijd aan zelfvoetbal. En ik werkte altijd op zaterdag tot een uur of 2, 3. Dus voetballen, dat kon sowieso niet op zaterdag. En op een gegeven moment toen een vriend van mij die zat daar te voetballen. En hij zegt van joh, kom eens een keer meetrainen. En een keer op donderdagavond meegetraind. En het ging eigenlijk zo goed en ik vond het hartstikke leuk. Het klikt ook meteen binnen de groep. En sindsdien eigenlijk niet meer weg geweest. En ik zit er nu zo'n beetje alweer 4 jaar. Ja, dus. Ja. En voorlopig nog geen aanstalten gemaakt om te verdwijnen? Nee, ik zit prima op mijn plek en ik denk dat ik nog vele seizoenen ga voetballen. Ja. Ik had nog ook even een vraagje erover, over de trainer, want Gerrit Bien gaat weg. In de media is het een beetje, liep niet helemaal lekker met Gerrit, want Gerrit had misschien nog wat doorgewild. Maar met de voorzitter zat het niet allemaal helemaal lekker. Hebben jullie als spelersgroep nog over beslist over het aanblijven van Gerrit Bien of was dat niet aan de orde? Nee, dat was eigenlijk niet aan de orde. Het is echt de beslissing van Gerrit zelf geweest. Kijk, wij hadden al best wel snel een nieuwe trainer en Gerrit had daarna nog geen club. En dan kun je eigenlijk er ook niet meer omheen om Gerrit dan weer terug te vragen en de nieuwe trainer dan. Maar was de chemie zeg maar uitgewerkt van Gerrit? Want Gerrit heeft Sherenbroek toch een beetje op kaart gebracht. Ja, sowieso. Ik weet niet of de chemie is uitgewerkt. Ik denk het niet. Misschien dat er nog wel wat meer rek in gezeten, maar. Zie, zoals wij Gerrit kennen, is het een zeer ambitieuze trainer. Ja, dat heb ik ook gemerkt. Zijn leven is 1-0 voetbal, dus het kan me niet dat het uitgewerkt is. Maar voor Sherenbroek was het natuurlijk een fantastische trainer. Ja, we hebben echt enorm veel aan hem te danken gehad. Zonder meer. Ik denk, zonder hem hadden we dit allemaal niet bewerkt kunnen stellen, zoals de periode. Dat is echt meer dan hem te danken, sowieso. Ja, dat was misschien voor hem nog even het toetje op de taart dan. Ja. Dat misschien de periode. Ik had het graag winnend afgesloten, om zo te zeggen, naar de derde klasse. En dan volgend jaar tegen IVV, want het zat kort bij. Ja, dat was hem al ideaal geweest. Ja, maar goed. Maar heb je al kennis gemaakt met een nieuwe trainer? Of? Ja, ik heb een gesprekje met hem gehad. En het lijkt gewoon een hartstikke goede trainer die ook een individu beter kan maken. Ja.
Dus ja, ik ben heel benieuwd. En zijn ambitie die spreekt hij ook gewoon uit om naar de derde klasse toe te gaan. Ja, wat mij de laatste wedstrijd, dat jullie derby tegen Wilsum, vond ik ook gewoon dat er heel veel voetbal bij jullie is in de ploeg gekomen. Ja, dat is ook echt ter verdienste van Gerrit. Het is gewoon kort lang het één keer raken, het niet te lang met de bal lopen. Het snel overspelen naar elkaar toe. En ja, dat is ook mede door hem bij Seerebroek erin gekomen. Oké. Ja. Dan naar Simon. Afgelopen jaar, jouw eerste jaar bij Zalk. Je bent afkomstig van Go Ahead Kampen. Hoe is het in jou, hoe is het bij jou het seizoen bevallen bij Zalk? Want ja, je komt van een grote club af en je komt ineens bij een klein gezellig clubje. Nou, dat was in het begin wel even wennen. Want ja, als je verliest, dan is er niet zo'n stress daarna, zeg maar, dat je verloren hebt. Maar bij Go Ahead is dat wel, als je verliest, ja, dan is het gelijk de hele dag verpest, zeg maar. Ja, maar ook, dat is daar ook in de tweede, beleving. Want daar heb je ook een aantal wedstrijden gespeeld. Ja, dat is precies hetzelfde. Dus de hoofdklasse spelen we toen, reserve hoofdklasse, nou ja, dan moet je ook winnen. Gewoon presteren. Dus, ja, bij Zalk is het allemaal wat gemoedelijker, ja, hè? Klopt. En, ik ken van mijn eigen carrière, ik heb 2 jaar gevoetbald. Het hoeft er allemaal niet zo. En dat is soms wel eens jammer. Ja, dat is wel zo. De instelling, ja, die... Maar ik denk dat het wel gaat veranderen volgend jaar. Volgend jaar kunstgras? Ook ja. Gaat voor jullie ook heel wat veranderen? Verlichting op het hoofdveld. Dus we kunnen mooie wedstrijden, oefenwedstrijden spelen en trainen altijd op het hoofdveld. Ja. Dus dat is... En heel wat nieuwe aanwinsten. Ja, ook. Ja, we krijgen 4 van WAC erbij, van de tweede. Nou ja, die spelen ook hoofdklasse. Dus ik denk dat het voor... Zal ik wel een aanwinst ja. Ja, in onze periode, waar ik het over praat, waren ook verschillende jongetjes. Allemaal net bij WSC het eerste niet haalden, kwamen dan naar Zalk toe. Ja, dat waren gewoon fantastische voetballers. Die kan Zalk heel goed gebruiken. Ja, en zeker, het zijn allemaal verdedigers. En een aantal middenvelders, zoals George Huisman, die komt ook nog bij ons voetballen. Maar dat is sowieso een voetballer die, ja. Die weet je gewoon dat hij al sowieso goed kan voetballen. Ja. Dus voor Zalk het nieuwe seizoen, wordt er nou ook al uitgesproken van nu eindelijk weer eens een keer boven 1 meedoen? Want je loopt toch in de competitie al een paar jaar achter Seerebroek aan. Ja, daarom. En samen met Wilsum. Ja, maar de verwachtingen zijn hoog hoor. Top 5 moet haalbaar zijn. Oké. Okay. Sowieso een periode, dat zijn de ambities. Maar goed, je moet ook eerst een team worden. Ja, en vooral met zoveel nieuwe jongens, moet ook allemaal klikken. Ja, daarom. Hoeveel eigen Zalkers zitten er nu nog in? Jan Dirk. Van Pijkeren zit er nog in. Ik denk een stuk of 4-5, hè? Zo'n klein, ja, een stuk of 4-5, ja. Ja. Dus de eigen cultuur blijft nog wel een beetje... Ja. Okay. En die jongens die trainen ook gewoon mee, dus, maar je hebt nou een grote selectie. Ja. Dus de concurrentie is nooit verkeerd. Is dat een beetje een voordeel dat jullie als Zalk zijn eigenlijk tussen Kampen, IJsselmuiden en aan de andere kant Hattem, Wezep, dat je zeg maar op een gegeven moment mensen van eigenlijk van alle richtingen kunt aantrekken? Ja, dat is een voordeel, ja. Want dat hebben we ook wel nodig als club zijn. Want we hebben nou nog 3 teams en dat worden we ook graag houden. Er zijn ook een aantal spelers gestopt uit de derde en tweede omdat de kunstgras kwam. Ja. Kijk, dus dan moet je wel wat erbij hebben. Anders heb je geen 3 elftallen meer volgend jaar. Ja. En de jeugd? Hoe is het met de aanwas van de jeugd? Nou, er komt eentje over. En de rest blijft nog in de B's. Dus, ja. En hebben jullie ook alle geledingen de A1 B1? Of nee, is A1 niet. Ook alleen maar een B1? B1, ja. Ja, oké. Okay. Dus het is niet heel veel? Nee. Je hebt altijd dus een paar jaar te overbruggen als die A ertussen uitvalt. Ja. Dus dat is vreselijk lastig. Ja, vandaar zijn we gewoon ook afhankelijk daarvan, van spelers van buitenaf. Ja. Dan naar de middenman. Nu staat we meestal, ja, meestal in de spits, dan zit je iets meer naar de buitenkant speel je. Maar ja, een grote overgang van Doskampen naar WHC. Maar... Een raar moment heb je uitgekozen. Ik wil daar straks met Ibrahim ook nog even over hebben. Want je komt natuurlijk in een vereniging terecht op dit moment waar het niet helemaal 100% goed gaat. En dat druk ik misschien nog wel zachtjes uit. Ja, wat kun je daarover zeggen? Volgens mij kampt elke club wel een keer met een paar probleempjes. Ja. En is er gedoe als er iets net niet lukt. Ja, ze zaten tegen topklasse aan. Dat is net niet gelukt. Na competitie net niet gelukt. Dus ja, het lijkt me logisch dat je misschien maar wat klag is. Maar het zit bij WSC wel iets dieper, hè? Ja, maar ik wou nog een stapje verder. Niet alleen op spelersniveau, maar ik doelde eigenlijk meer op het bestuurlijk niveau. Want daar begint men ook te rommelen. Gisteravond zou er een discussieavond zijn in verband met de problemen die er gekomen zijn met een van de hoofdsponsoren. Dat is uitgesteld. Dat gaat naar een algemene extra ledenvergadering. Ja.
op 26 juni. Maar dat geeft toch ook altijd uitstraling naar een spelersgroep. Denk bijvoorbeeld Ajax dit jaar. Ja, die zijn kampioen geworden, toch? Jawel, maar toen er rommel of stond aan de knikker was, toen was het spel ook minder. Nee, ja, wat ik erover kan zeggen, je weet meer als mij erover. Ik hou me naar app. Ja, niet meer bezig. Nou, het is goed dat je misschien nu nog niet meer bezig al, maar het is wel zo, als de 26 juni is een hele groep leden van de club die zegt gewoon, wij eisen gewoon 5 wezenbus in het eerste elftal. Gebeurt dat niet, dan gaan 15 hele redelijke sponsoren en 400 leden stappen zo op. Dus dat kun je maar niet zo wegschuiven, denk ik. Nee, dat is wel een hele grote wat aan. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik ook. En daar zullen ze iets op moeten vinden of zo, maar... Zie, wat de jongens zeggen gewoon ook allemaal, want ik ken heel veel wezens, die ken ik gewoon persoonlijk. Die zeggen van, onze club is helemaal verbasterd. Onze eerste is gewoon iets van een andere planeet. Want er zijn een paar machtige jongens met een hele grote portefeuille. En die kopen alles maar weg in de buurt. Ja, het is mooi. Maar we hebben voorbeelden zat van gezien, een paar jaar geleden Elburg en noem ze allemaal maar op. Maar uiteindelijk, de vereniging schiet er niks meer op. Want de sponsor stopt, spelers gaan weg. En waar zijn je eigen jongens? Ja, je kunt het zien, die gaan naar Zalk, die gaan overal naartoe. Ja. En dat is natuurlijk wel waar wezen. Maar dat is gewoon als je bovenin mee wilt draaien en je hebt een paar jaar geen goede lichting bijvoorbeeld. Ja, dan is het lastig om als jongen van eigen club door te breken, zeg maar. Ik heb het zelf met Gwet meegemaakt. Toen was ik 17, kwam ik voor het eerst over. Ja, ja, dan is het machtig moeilijk om door te komen. En als er vooral als je hoofdklas of topklas ambieert, ja, dan zul je met jongens van buitenaf moeten voetballen tegenwoordig. Ja. Je kan niet meer ontkennen dat je... Nee, dat kan ook niet. Ja, met eigen jeugd, zoals KSC het bijna doet, heel netjes elke keer weer promoveert. Nou, dat is gewoon in de hoogklasse haast niet te doen. En ja, dan zal er een keer op een moment komen dat je zegt van, ja, jongens, we hebben eigen jeugd nodig. Maar als het er niet is... Ja, dan houdt het op. Dan houdt het op. En, maar ja, je zult toch een... Ja, tuurlijk, of ben ik mee eens. Je zult er een goede mix aan moeten vinden. Ja, oh, en, zeker en, weten. En ik hoop dat ze daar goed uitkomen. Ja, maar waarom werkt het dan wel bij Geenemuiden dan? Nou, dan moet je aan Geenemuiden vragen. Geenemuiden, daar werkt het wel. Ja. En moet jij zien wat daar voor sportpark staat. Ja, okay, dan heb je alleen Geenemuiden. Maar ja, goed, dat is gewoon... Dat is iets apart. Dat is iets apart. Ze hebben ze gewoon super goed geregeld daar. Ik wil zeggen, want dat maakt allemaal niks uit. Nee, dat is echt, en toch ook gewoon 5-6 jongens uit eigen dorp in de hoofdmacht. Dus het kan wel. Het kan wel. Het kan wel, maar alleen, als je zeg maar Geenemuiden uit die hele topklasse neemt. Ja, maar zijn ze waarschijnlijk de enige ploeg die dat zo hebben gegeven. Ik heb al zo vaak gezegd: we hebben in Kampen gewoon veel te veel voetbalclubs. Dus in deze kleine kern zit gewoon veel te veel. Achter al in IJsselmuiden, alles er hieromheen. Is gewoon af in Kampen dan, maar het is gewoon veel te veel. Het is te veel, alleen ja, ik vind het wel mooi dat ze nu 3 teams op de eerste klas spelen. Absoluut, absoluut. Wij zien er wel weer naar uit. Is fantastisch zo. Betekent in ieder geval 6 derbies plus de overige wedstrijden, want je hebt een Urk erbij. Althans, als we het even bij de eerste klasse D houden. Rauwveen, Meppel. Ik weet niet of die nog veel toeschouwers trekken, maar je hoeft niet ver te reizen. Dat is in jouw geval wel wat anders. Ja, het zijn wel... teams waar je graag tegen wil voetballen als voetballer. Het is een stapje hoger. En toen ik nog bij Gwet voetbalde, ook hoofdklasse, was fantastisch om zo tegen teams te voetballen. Er zaten gewoon 2,000-3,000 man langs de kant. Oh, de hele entourage. Dat is waar je het als voetballer voor doet eigenlijk. Ik weet nog dat op een gegeven moment kwam je dan bij Doors of Go Ahead toen ze uit de hoofdklasse terugvielen. Nou, de bestuurskamers, sponsorhome, dat was ineens een stuk minder. Je kwam veel minder mensen tegen. Aandacht is... Succes trekt mensen aan, dat is gewoon... Ja, absoluut. Daarom. Simon, jij hebt ook die overstap gemaakt van Go Ahead naar een andere club. Waarom ben jij eigenlijk weggegaan, als ik zo onbescheiden mag wezen? Nou, ik heb... even kijken. Ik heb vorig jaar heb ik nog bij IVV ook nog gespeeld. En het jaar ervoor heb ik helemaal niet gevoetbald. En het jaar daarvoor heb ik bij Go Ahead gezeten. Dus dat is al eventjes geleden. Ja. Maar goed, toen ben ik ook in tweede beland bij Go Ahead. Nou ja, net zoals Jeffrey zegt. Als je dan van buitenaf was Go Ahead ook mee bezig. Heel veel spelers van buitenaf. Dat ze weer de hoofdklasse in wouden. Nou goed, en dan kom je gewoon zelf niet aan de bak. En toen ben ik met een vriend Stefan van Ommen maar dit seizoen naar Zalk gekomen. Hmm, ja. Praat je daar ook, heb je het daarover op momenten, bijvoorbeeld toen je nog bij Go Ahead zat samen met Van Ommen, dat er dan mensen van buiten komen en dat je zelf een bepaalde weg versperd ziet. Heb je dat dan ook over met de jongens van het tweede waar je op dat moment eigenlijk in speelt? Ja, daar wordt wel veel over gesproken, ja. Ja, dan zie je ook gewoon van als de spelers ook weer terugkomen naar het tweede vanuit het eerste, dan worden ook weer jongens van het tweede worden weer geslachtofferd.
Ja. Dan moeten we weer met derde. Dus ja, het is altijd wel een beetje spanning in het tweede. Ja. Je weet het gewoon, als je in het tweede voetbalt, ja, dan is het gewoon anders. Dat probleem, denk ik, moet je dan groter trekken van welke keuze maak je als vereniging? En ja. Ik merk het bij Go Ahead, bij DOS. Op een gegeven moment, de tegenstellingen tussen voor en tegen, die zijn nog steeds te groot. Op een gegeven moment moet toch duidelijk wezen wat een vereniging welke beslissing neemt. Ja. Kijk, en Go Ahead, ja, die heeft naar mijn mening altijd wel goede jeugd. Maar ja. Kijk, van een club als Salah, ja, daar heb je gewoon spelers nodig van buitenaf. Ja, ik denk dat, maar goed, dat is mijn mening, dat Go Ahead op een gegeven moment te ver is gegaan. Ja, denk ik ook. Wat denk jij ervan, Jeffrey? Je kijkt me aan. Nou, ik ben toen ik 17 was, heb ik een jaartje voetbal. Toen ben ik 2 naar het buitenland gegaan en toen ben ik teruggekomen. Dus ik heb niet heel veel van die periode meegemaakt. Dus toen ik weer erbij kwam, was het meer wat rustiger, zeg maar. Ja, maar tenminste, bij mij is het altijd overgekomen toen op het moment dat ze uit de hoofdklasse degradeerden. Toen klapte de boel ook in één keer. En toen stond je eigenlijk met lege handen. Hoe ze me dat met de jeugd hebben opgevangen, complimenten waard. Maar men viel eigenlijk in een gat. Gelukkig is het gat niet te diep geweest. Nee, ja, ik zie niet echt dat gat dat is ontstaan eigenlijk. Maar ja, als je bent gedegradeerd, dan heb je zorgen genoeg, zeg maar. Dus misschien dat het daar een beetje jawel, maar er gingen 7-8 mensen weg. Ja, dat zie je bij heel veel clubs tegenwoordig. Dat er, maar er kwam eigenlijk er kwam weinig voor terug en toch vang je het op. Ik denk dat het toen de tijd... Compliment aan de club dan, ja klopt. Ook met de goede A1 natuurlijk zat er op dat moment achter. Allemaal verhalen, dat gaat over Sherenbroek heen, hè? Althans, gaat jullie boven de pet. Ja, dat gaat buiten ons om. Hoe is dat nou bij Sherenbroek geregeld? Iets meer dan 2 consumptiebonnen zul je ongetwijfeld krijgen. Maar... daar wordt nooit bij Sherenbroek over gesproken, nou, over zulke soort dingen. Een goede reiskostenvergoeding, denk ik. Nee, zelfs dat niet. Oké. Nee. Niet? Nee, misschien een ideetje. Nou ja, ik zie... Ben je zalk? Reiskostenvergoeding? Nou, lekker in de kantine zitten en een paar drankjes. Dat is ook heel belangrijk, hè? Dat kan ook oplopen. Oh, maar. Een paar drankjes. Ja. Daarom. Goed, dan willen we het zo meteen nog even hebben over... het Europees kampioenschap. Misschien hebben jullie daar ook jullie ideeën over. Maar eerst even een kleine pauze. En thuis en de mensen voor de radio kunnen het behoren of horen. En de mensen thuis kunnen luisteren en zien. The Black Eyed Peas met Just Can't Get Enough. Boy, I think about it every night and day. Op tijd. U hoorde de Black Eyed Peas met Just Can't Get Enough. We zijn toe aan ons laatste blokje en je kunt er niet omheen. De EK. En ik denk dat ik met 3 heren zit die qua Nederland, als we het daar even over hebben, zeer teleurgesteld zijn, William. Nou, dat kunnen we stellen, ja. Helaas wel. Jij bent voetballer. Wel wat niveautjes lager, maar toch... Nou. Ongeveer gelijk, maar ja. Ongeveer gelijk, goed, ik zal je helpen. Maar je kunt je denk ik aan de ene kant wel wat gevoelens van zulke spelers je voorstellen. Want je zult ongetwijfeld ook wel eens wedstrijden gedraaid hebben waarvan je van tevoren dacht dat gaat perfect. En je bent bezig met die wedstrijd, het loopt voor geen kanten. Want zo wil ik dat van het Nederlands zelf toch wel noemen. Ja, nou het is eigenlijk niet te vergelijken natuurlijk. Maar, zulke wedstrijden zul je toch ook wel eens gespeeld hebben? Dat je denkt, we zitten goed onder ons vel, voorbereiding, lekker en... daar wilde je er gewoon niet in. Ja. Nee, we hebben ook van die wedstrijden inderdaad gehad, dan sta je gelijk en dan wil je gewoon dat winnende doelpunt wil je gewoon maken. En dan dat valt hij niet en dan kun je voetballen wat je wil, dan kun je aanvallen wat je wil, maar dan krijg je hem er niet in. Ja. En dat is enorm frustrerend. Hoe kijk jij daar tegenaan, Jeffrey, de voorzitter van de fanclub Johan Derksen, die zegt van nou, de opstelling klopt niet. Nou, ik was toevallig afgelopen woensdag bij Nederland-Duitsland in Oekraïne. En het begon allemaal heel goed, de sfeer was allemaal heel leuk, alleen de wedstrijd was echt dramatisch. Ik vond ook de instelling wat echt miste. Dat hoor je van heel veel mensen, die vinden de instelling gewoon verschrikkelijk. Het was niet om aanzien. Als je Van Persie zag lopen in de spits, elke keer maar rustig treuzelen, Robben acties gingen allemaal mis. Nee, ik vond het echt qua instelling... Nou, waar ligt het dan? Iedereen vraagt zich af van, ja,
Hoe kan dit zo? Is er wat aan de hand tussen vier muren? Zouden jullie je dat je voor kunnen stellen? Je hebt te veel verdetters, denk ik. Te veel verdetters? Ja, maar als je gewoon kijkt naar Polen of Oekraïne, hoe die strijden op het veld. En als je kijkt hoe wij elke keer een balletje breed tikken. En als je ziet naar de Ieren, hè, het is voetbaltechnisch is het minste land. Maar die strijd, die passie, dat zie ik bij ons helemaal niet. Maar ik zie de opstellingen ook anders dan Betje. Ja, maar is het ook een beetje van want ik vind Van Marwijk gewoon een beetje cru gezegd, een beetje arrogant. Gewoon van, ik bepaal het, ik doe het. En wat de rest van het land zegt, zal mij een zorg zijn. Van Persie staat, al komt hij ook in zijn rollator aan, hij staat er gewoon in. Nou, ik vind dat hij er wel daar recht op heeft. Hij is de bondscoach. Hij heeft de halve finale WK bereikt. Dus hij mag voor mij wel een paar keer doorzetten. Alleen als het zo slecht gaat, dan moet je gewoon iets gaan doen. Je ziet nu zelf toch ook dat ze, Robben ook, hij raakt geen pepernoot meer. Nee. Geen actie komt dan. Wesley Sneijder, die schokte maar een beetje. Van de Vaart, die komt erin. Nou ja, die kan helemaal niks meer belopen. Nee, ik vind het gewoon een van de slechtste elftallen die als ik op het toernooi zie, hoor. Hij kan ook een inschattingsfout hebben gehad, dacht hij. Want eigenlijk had je het kunnen zien aankomen, nu achteraf bekeken, van de voorbereiding naar het EK liep ook al niet netjes. Was ook niet best, nee. En misschien had hij toen in moeten grijpen. Als je nu ingrijpt, ben je misschien ongeloofwaardig, William? Kijk, ik denk dat het op een gegeven moment, als je een Van Persie eruit haalt, dat het zelfvertrouwen ook van zo'n speler echt beneden peil dan op een gegeven moment raakt. Mochten ze wel doorgaan, wat je natuurlijk hoopt, maar als die dan niet meer in de basis zou staan, ik denk dat het dan helemaal niet meer presteert. Ja, maar we hebben Hunter, dus. Ja, op zich, we hebben een goede vervanger, maar ik vind wel dat Huntelaar er absoluut in moet. Huntelaar is ook, Ja, maar als je bijvoorbeeld ook op de televisie kon je dat ook goed zien. Van Bommel, veel mensen hebben erover gesproken. Je overdrijft dan een beetje, maar die heb je meer met het gezicht naar het doel zien staan dan zeg maar naar het doel van de tegenstander. Meer het gezicht naar eigen doel. Maar waren onze verwachtingen ook niet wat te hoog? We hebben allemaal nog die finale en het WK. We voetballen fantastisch. Maar het elft alles op. Ik heb gewoon voor mezelf het idee, het elft alles op. Van Bommel die is aan het eind van het Latijn. Wesley Sneijder is het hele seizoen niet in vorm geweest. Van Persie, die kan fantastisch voetballen bij Arsenal. Als alles draait om hem. Robben is bij Bayern goed geweest. Maar als elftal is het gewoon, is het geen elftal. Absoluut niet. Nee. Nou, daar ben ik wel mee eens. Ze hebben echt de beste spelers ter wereld in het team bij elkaar. Kijkt, behalve de verdediging dan. Dat zijn, laat zeggen, B-sterren, zeg maar. Allemaal net niet de top. Nee. Maar als je kijkt naar je voorhoede, dan moet je gewoon één doelpunt scoren per wedstrijd. Want het is er eigenlijk al verschrikkelijk dat het zo'n jonge jongen, zo'n Willems, die voetbalt vorig jaar nog in de Jupiler League en die staat nu op het eindtoernooi. Dat moet toch helemaal niet kunnen, jongens. Nou ja, ik vond hem echt goed. Ja, absoluut. Tuurlijk, maar die kunnen niet kwalijk nemen, toch? Die jongen kunnen niet kwalijk nemen, maar dat mag toch niet voorkomen in zo'n land met zoveel voetballers. Dat een jochie, die moet erin. En dan gaan we ook nog Ron Vlaar achterin zetten. Ja, met alle respect, maar... Ja, ik vond Ron ook echt goed. Ja, maar Ron is echt goed gevallen. Men hoopte dat Matthijssen weer terugkwam, maar... Wat is het verschil tussen Matthijs en Ron Vlaar, behalve de naam en het gezicht? Ja. Maar als je in zo'n stadion zit, ik ben zelf ook heel veel grote wedstrijden geweest. Wij zien op televisie, zagen wij dat immense vrijheid van die Duitsers die als die bal. Hoe zag jij het, jullie zien in het stadion nog beter? Wat denk je bij jezelf, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat ze op zo'n niveau, dat ze zo vrij staan? Want in de eerste klasse word je strakker gedekt als wat ik hier zag. Nou, dat leek inderdaad wel op, ja. Maar zoals je begint met warming-up, ziet er heel ontspannen uit. En dan heb je publiek en dat wordt helemaal... Nou, kom op, we gaan ervoor. En dan het eerste wat ze doen is balletje terughalen en rustig achterin rondtikken. Denk van, jongens, we spelen tegen Duitsland, we moeten hier alles pakken. Maar wat je ook na de wedstrijd hoort, Van Bommel en de jongen hadden geen afspraken gemaakt wie zou dekken. Ja. Nou, dat zegt bij mij al van... Dat kan niet. Het is gewoon een beetje los zand aan elkaar, een beetje. Vind ik wel, ja. Ja. Wat verwachten jullie morgenavond? 2-0. Ze winnen wel? Je moet toch? Nou, ik had vanwege de pool. Ik zal me niet zeggen wat ik voorspelde, maar ik had wel de pool gewonnen. Dus, maar heb je echt nog alle drie nog dat ze doorgaan? Ik denk wel dat ze winnen, ja. Nederland gaat gewoon door. Nee, ze verliezen sowieso, maar ik hoop dat ze winnen. Nee. Ik denk dat ze winnen aan Duitsland gelijk. Denkt de Duitsers... Maar die Duitsers, die kunnen ook niet... Die hoeven ook nog niet door, als Duitsland verliest. Nee, die kunnen er ook nog uitvallen. Klopt. Dus maar verwacht u dat de Duitsers, want ze zeggen wel, we doen een andere opstelling. Maar ik denk, de Duitsers zitten nou in zo'n flow, twee wedstrijden gewonnen. Dan ga je niet aan je elftal zoveel sleutelen dat je in één keer gaat verliezen of wat ook. Dat ga je er niet doen. Nee, het was die beloftes van, wij zullen winnen van Denemarken. Stel dat het andersom geweest was. Wat had Nederland gedaan als ze de Duitsers een pootje hadden kunnen lichten? Ik geloof niet dat ze het nagelaten hadden. Ik verwacht het ook niet.
Zou het nog zo erg zijn? Heb je wat? Ik hoorde ook gisteren even al dat de sfeer onderling tussen de supporters moet fantastisch geweest zijn tussen de Duitse en Nederlandse supporters. Nou, dat viel me reuze mee. Want na de tijd vlogen we terug, zeg maar. En dan ging we verzamelen in een hele grote hal. Ja. En er waren niet alleen supporters van Oranje, maar ook van Duitsland, zeg maar. En die waren heel rustig, heel kalm. Ja. Ik weet zeker, als wij hadden gewonnen, dat we een liedje gezongen van de Duitsers. Ja, je weet ook. Ja, dat liedje kennen we. Nee, dat kennen we, ja. Maar nee, dat was maar mij is het ook dat een beetje heel leuk, ja. Want daar erg ik mijzelf wel eens aan. Ik vind in dit land al die massa-hysterie. Hoe zien jullie dat? Die hele mensen gaan huis oranje schilderen en dan denk van, waar slaat het eigenlijk op? Nee, dat vind ik een beetje ook over. Het gaat toch allemaal veel te ver, jongens. Ja, dus zijn wij daar het enige land in? Als je die oranje mas ook zag. Staan we wel echt bekend als de gekste fans, zeg maar. Als je die mensen allemaal ziet met al een uitdossing en... Ja, ik vind het wel wat hebben, hoor. Ik zou het zelf niet zo snel in zo'n pakje gelopen, maar... Ja. Ik vind het wel. Harry, zie jij jezelf al... Nee. Nee, hè? Maar als je nou op lager niveau... soms zie je ook bij de Derby Go Ahead Dawgs, zag je ook mensen die anders gewone kleren zag lopen en die ook wel eens rood, geel of geel zwart in hun haren hadden geschilderd. Dan denk je van, misschien op een lager niveau, in het klein, maar de hysterie is bijna net zo groot. Ja, misschien nog wel groter in zo'n derby, denk ik. Ja, daarom. Dus kent iedereen elkaar ook. Precies. Iedereen kent elkaar. Het zit waarschijnlijk in ons karakter om met bepaalde momenten op bepaalde momenten toch uit je dak te gaan. Als je de wedstrijd Serenbroek-Zalk hebben onderling, nou, dat ik kan het ervaring. Dat is ook soms pittig zat, hoor. Daarom. Maar buiten het veld dan. Het is niet meer zo. Nee. Het is allemaal anders. Vroeger was het allemaal veel anders. Nu die jongens elkaar op school, vrije tijd. Ja. Het is allemaal gewoon veel anders. Ja, maar dat is ook alweer een tijdje geleden dat jullie last hadden van oranje doelpalen bij de derby. Ik heb het nooit gezien. Nee. Nee, ik ken nu het heb niet. Je ook veel met Twitter en zo. Hè? Daar wordt ook zoveel over gezegd. Ja, over derby's en over Nederland. Alles staat erop. Maar ik denk ook vaak dat het ook gewoon de buitenwereld is. Dat het veel te veel opfokt, zeg maar. En dat de spelers het allemaal gewoon, doe maar gewoon. Maar Van Marwijk die zegt ook van, ik lees het en hoor het allemaal niet. Maar dat geloof ik nooit. Nee, ik denk dat hij nu de kritiek, want ik denk ook als het morgenavond misgaat, dat het ook eindoefening is voor Betje. Denken jullie dat ook? Verwacht ik ook. Zou ook wel beter dat hij die hier aan zichzelf houdt en gewoon weggaat? Dat zou ook nog kunnen dat hij zegt van, ik hoef niet verder te praten, het is goed zo. Ja, want wat moet hij anders nog morgen? Want dan is het 3 wedstrijden gespeeld, 3 verloren. Dan ben je gewoon als land ben je gewoon finaal afgeserveerd. Dan, Moet hij wel zelf opzeggen, want hij heeft een contract. Daarom. Ja, daarom is het initiatief zou ook makkelijk van hem uit kunnen gaan. Ja, goed. En dan? dan moeten we weer op zoek naar een nieuwe bondscoach. Maar goed, wie is geschikt? Nou, ik ken er eentje. Ik ken er eentje. Ja. Of gelijk geschikt is, dat zullen we misschien straks vragen. Maar misschien is het wel wat voor hem. Moeten ze nog wel eerst even een jaartje wachten? Ja, wel jongens, maar 3 jaar achter elkaar promoveren met een clubje. Ja, dan kom je toch wel in een apart rijtje, hoor. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. Absoluut. We gaan zo meteen toe naar de prijsuitreiking van de derde prijzen. Maar eerst nog even een stukje muziek. Ditmaal Glennis Grace, een live uitvoering van Je hoeft niet naar huis toe, mijn schat. Dat was Glennis Grace. Het is bijna 3 uur en tijd nu eigenlijk voor het uitreiken van de prijzen nummer 3. En daarvoor geef ik het woord aan collega Erik Schinkel. Ja, dankjewel Harry. En ik ga beginnen gelijk met de man hier naast me. Want hij zei al, opschieten jongens, want ik moet zo wel weg. Want ja, er moet nog geld geteld worden. Dus verwacht je veel, Simon? Of, Nou, goed. Je weet het niet. Het was in ieder geval een leuk feestje en dat is belangrijk. Maar heb je niet vannacht samen met je echtgenoot even op bed? Zo, heb ik toen wel gedaan. Gezellig even nababbelen. Nee. Het was zoveel. Zoveel? Dat heb je nog wel even nodig, Oké. Okay. Ja, de derde prijs. Ja, jij hebt nog geluk, want je buurman naast je, die komt volgend jaar niet meer in aanmerking voor deze trofee. Vorig jaar ook een heel andere lijst eigenlijk van winnaars. Ja, en we hadden dit jaar een primeur eigenlijk. 4 mensen op de derde plaats. Het was voor de aanbieder van die prijzen was het een vette rekening. Maar goed, dat maakt jou niks uit. De derde prijs is een heel mooi aandenken. Ik hoop dat je hem ook... In je nieuw huisje ook een leuke plaats gaat geven. En dat je volgend seizoen, want hoger is ook groter, hè? Daar gaan we voor, hè? Ga je ervoor? Je verwacht er veel van volgend jaar met nieuwe spelers? Verwachting is hoog, dus. Oké. Okay. Ik wens je heel veel succes en gefeliciteerd. Dank je wel. Alsjeblieft.
Ja, dan gaan we met zijn buurman. Ja, ik zei het al, volgend jaar dan zal hij niet in dit klassement voorkomen. Nu waren er ook wat twijfelingen, Harry, hè? Want iedereen zei van 14 doelpunten, 13 doelpunten. Maar ja, goed, wij rekenen helemaal op jou. Dat zijn altijd net die raadselachtige doelpunten. Er wordt ingeschoten en dan zit er nog net een voetje of een beentje tussen. En ja, moet je dan zeggen van het is gemaakt door de speler die trapte of die hem nog aanraakte. Dus maar blijven altijd even wat onzeker. Maar leeft het bij jullie zelf ook, jongens, onderling? Kijk je ook wel van, ik sta daar en daar? Of zeg je van, ik hoor wel eens een keer wat? Op het eind ging je wel even kijken, ja, tuurlijk. Ja, want onze collega's zometeen, er stond één van de IV, Hieltje, die stond heel lang al kop. Maar ja, toen zette KAC de eindsprint in. Nou ja, en toen moest Giel... maar doen jullie volgend wel een beetje? Jullie vinden het wel leuk dat wij er toen opgestart hebben? Een beetje... Je bent spits voor, hè? Om toch... Je hebt zelf wel een beetje in de gaten hoeveel doelpunten je gaat maken. Je maakt steeds meer. Nou ja, dan wil je het wel volgen. Dan ga je steeds meer volgen. Dus ja, ik moet even iets naar voren. Ja, Jeffrey, ook voor jou de derde prijs. Ja, misschien in de toekomst, over een jaartje of twee, als je weer terug bent, dat, dat KAC misschien wel de topklasse dan ingaat, dan kom je misschien naar KAC, alles in mode. Dan heb je in ieder geval wel DOS, Kuret, KAC, ja. Alles gehad, dus ja. U weet het nooit. Ik geef je de rechterhand, gefeliciteerd. Dank je wel. En volgend jaar heel veel succes, alsjeblieft. Ja, Harry en dan, William zit kort bij jou, dus ik zou zeggen van, doe jij het maar even. Daarom. Het leuke vind ik altijd dat er verschillende clubs binnen zo'n lijst tevoorschijn komen. Niet dat één vereniging nou sterk de nadruk erop legt. Maar in ieder geval ook Zeerenbroek dit jaar vertegenwoordigd in jouw persoon. William, ik wens je in ieder geval heel veel plezier met dit prijsje. Dankjewel. En uiteraard volgend seizoen ook er weer stevig tegenaan. Want die indeling van de vierde klasse die is niet sterk veranderd. Nee, het is eigenlijk nagenoeg hetzelfde gebleven. Averreest is erin gekomen. En Zakken en Kloosteraar zijn naar de derde klas. Dus ze blijven met 13 ploegen over. Dus ja, dus is dat, vind je dat lastig? 13 ploegen, dat betekent dat je twee extra vereniging zaterdagen hebt. Mooi, vind ik niet zo erg hoor. Het is ook wel eens fijn, Harry, hoor. Een keer lekker thuis bij de voetbal. Ja, goed, maar je bent voetballer of niet natuurlijk. Ja, oké. Mooi. Ik wens jullie alle drie heel veel succes volgend jaar met jullie club. Nogmaals van harte gefeliciteerd. En ik zou zeggen, wie weet ooit, tot ziens. Dankjewel. Ja, en voor jou, Jeffrey, speciaal succes in Wezep. Want je zult door de collega's waarschijnlijk nog wel eens aan de tand gevoeld worden. En die zijn ook niet al te mals. Precies. Oké, bedankt. Dat was dan het eerste uur van IJsselmond Sport op deze zaterdag. Zometeen na 3 uur zijn we bij u terug met 2 nieuwe mensen plus een trainer van KHC. Ik zou zeggen, blijf kijken, blijf luisteren. Tot zometeen.